Ton, goedemorgen. Goedemorgen, Tom. En deze week naar de kerst toe. Ja. Heb jij nog kerstdrijfjes gespeeld? Ja, ik heb drie kerstdrijfjes gespeeld bij ons op de club, omdat ik van drie speelmomenten lid ben. En eentje was succesvol. Nou, lekker. En dat betekent, succesvol betekent Dat dan had is jij aanvallen. gewonnen, neem ik aan. Ja. Oké. Dan ben ik tevreden, anders niet. Ja. Hebben ze daar nog, maken ze daar nog veel werk van bij jullie bij de kerst? Nou, dit is dit jaar minder. Oké. Dus je ziet overal wat bezuinigen, de zaluw die duurder wordt en zo. Dus er moet dan toch bezuinigd worden. Moet uit de link of de contributie moet omhoog. Dat is maar een klein stukje kerstel. Ja, precies. Ja. En wat bitterballetjes, geloof ik. Dus Maar daar. ik neem wel aan een flesje wijn voor de winnaar. Nee, dit was gewoon alles, allemaal eenzelfde kerstcadeautje. Nou, dat Ja. is wel weer een mooie kerstgedachte dan. Ja, dat vind ik ook. Netjes eerlijk delen. Netjes zullen we alles eerlijk delen. Nou, maar goed, eens kijken of we dat eerlijk kunnen verdelen bij de Beat Challenge. Jans. Dus even kijken hoor. Dit is de challenge die we hadden gemaakt. Links van je west opent één schoppen. Je partner biedt twee klaver. Rechts komt pas en je bent aan de beurt. Je hebt een mooie kaart, je hebt 13 punten. Ja. En ik heb hem gepost om. En wat daar vandaan is gekomen zijn. Ja, eigenlijk zijn er heel veel verschillende. Heel veel mensen hebben twee ruiten geboden. Drie klaveren. Twee schoppen. En drie sans. Dat zijn deurenvalsen. Ja, zeker, 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 zeker. Dus nee, dat is een beetje wat er langs is gekomen. En ja, toch wel veel onduidelijkheid, denk ik. Van hoe zou je dit nou het beste kunnen aanpakken? Nou, nu hebben wij de gelegenheid met Ton, dat Ton onze analyse geeft. Ton, hoe pakken wij dit aan? Nou, in ieder geval ga ik als eerst even kijken wat partner belooft. Nou, die heeft in ieder geval een 5 plus kaart klaveren. En zo 10 tot 15 of 16 punten afgelang naar de afspraak. Dat betekent dat de manche best kansrijk is. Maar je hebt zeker een klaverfit met een 9 of 8 hoeven. Of sans de toe wordt natuurlijk ook aantrekkelijk, mits partner de schoppendekking heeft. Ja, en wat ik ook nog leuk vind, Ton, als ik dat vraagje aan me mag stellen, dat is dan, je zou ook nog best een harte fit kunnen hebben, denk ik, hè? Dat zou theoretisch kunnen, maar dan zou partner een 5-4 harten moeten hebben. Ja, vijf kaart klaar, vier kaart hard. Ja, ik blijf altijd een beetje dromen, Ja, maar ik ga zeker geen harten bieden, want dan zou hè? ik een 5 kaart beloven. Nee. En dat zou ik ook zeggen voor degene die twee ruiten bieden, dan beloof je eigenlijk een 5 kaart en ontken je de klaveren. Ja. Nee? En de manche zit er misschien in. En dan is de vraag, wat bied je? Twee sans. Dat is dan wel een mooie bot. Dat is dan geen 11, 12 punten hoor. Dus dan zou je echt die 13 punten aan kunnen geven. Ja. Omdat partner 10 punten kan hebben. Drie klaveren, ja, dat zal wel interessant kunnen zijn. Maar ja, dan ga je dus de sans ertoe sowieso voorbij. En dan komt in mijn optiek alleen nog maar twee schoppen in aanmerking. Oké. De Ja, met kleur drie van de kleur. klaver inderdaad. Wat het bij mij is inderdaad, drie klaver is. Je geeft wel steun aan. Maar Maar ik het is kan drie zwakker. klaver ook bieden met een veel minder mooie kaart. Ja, precies. Dus je biedt hier inderdaad een qubit. Ja, en hier komt eigenlijk een beetje om de hoek inderdaad. Van, je geeft inderdaad een qubit waarmee je zegt van ik heb een topkaartje. Ja. En vertel nog eens wat. En stel je voor dat je partner inderdaad die gedroomde vijf kaart klaar, vier kaart hart heeft. Dan biedt hij je zelfs nog een keer Dan drie. zal die moet die drie uit te bieden. Ja, dat is ook nog wel mooi. Wel een leuke. Ja. Maar de menu kan die met een schoppendekking, kan die ook nog altijd schoppen bieden. Ja, sans bieden, Of zand bieden, ja, met de ja, nee, ik schoppen. snap wat je bedoelt. Nee, zeker. En dat is eigenlijk is inderdaad het gedroomde eindcontract is inderdaad drie sans ertoe. Als je partner een schoppendekking heeft, dat zou prachtig zijn natuurlijk. Komt de start ook naar rem toe? Ja. En dan kan hij hem eventueel nog een derde keer de slag nemen als hij de kans krijgt. Ja. En dan heb je heel veel mogelijkheden. Ja. Nee, is ook zo. Dus het is, wat belangrijk inderdaad is, denk ik, op het moment dat je partner in een hoge kleur een volgbod doet. Nu is het dus een laag, maar stel je voor je partner doet in een hoge kleur een volgbod. Dan is het meestal zo dat de kleur van de tegenpartij. Dan ben je echt voornamelijk op zoek naar misschien de manche in die hoge kleur. Maar als je Ja. partner in een lage kleur een volgbod doet en je biedt Q.
Je vraagt sowieso naar een omschrijving van de hand, maar meestal ben je wel op zoek, Ton, naar als die mooie dekking heeft, naar 2 of 3 zanden. Precies. Daarom heb ik dat ook binnen het vierkantje nog even staan, dat echt het qubit na een volle bot in een lage kleur, dat je dan nog de optie voor sans mee moet nemen. Ja, dat is iets wat veel vaker voorkomt. Maar zo zie je Kijk, maar. zou ik zelf de schoppendekking gehad hebben met schop heer in drieën, nou, dan zou ik wel gelijk twee sans geboden hebben met die kaart. Ja, dan ga je meteen ga je voor Sansa toe. Ja, helemaal duidelijk, Ton. Oké. In dit plaatje, Ton, is dit bij jou in de buurt? Dat is bij mij ongeveer een 150 meter van mijn huis. Dat is de Dommel, toch? Dat is de Dommel. Oh, ja. En Ja, want wat. daar loop ik 's morgens altijd langs. Ja. Dus Zo'n als voor een lang en gezond leven, dan is eigenlijk dit is eigenlijk het plaatje ervan, hè? Want elke dag loop jij hier langs de 2 kilometer langs en dan weer 2 kilometer terug. Eigenlijk, misschien is het wel zo dat je hier al wel die challenges ook verzint, toch? Nou, soms komen er wel. Maar meestal loop ik ook wel aan een podcast te luisteren of zo van het nieuws of dat soort dingen. Maar een enkele keer dan krijg je weer zo'n flits en dan denk je, ja, dat is wel een leuk spel. Of je bent nog bezig met een spelletje. En Kan dan allemaal. gaat dat door je hoofd. Ton, ik wens jou hele fijne kerstdagen. Jij ook met de kids en je vriendin. Het zal vast Gaat wel helemaal mooie dagen worden. lukken. En de groetjes. En ik zie jou volgende week. Zo is dat, Tom. Hey, Tom, Groetjes. groetjes. En een fijn weekend. Doei! Dankjewel. Doei, doei.